Voorzitter, om te beginnen ook mijn felicitaties aan de heer Van Dijk als fractievoorzitter. Veel plezier, veel succes en natuurlijk richting alle winnaars van de verkiezingen. Voorzitter, het is erg bijzonder dat ik vanaf vandaag, vanaf deze plek mag spreken. Ook een beetje wennen weer. En over een heel belangrijk onderwerp, de uitslag van de verkiezingen. Wat wij van die uitslag hebben geleerd en hoe wij nu verder gaan. Dus allereerst ook dank aan de heer Plasterk voor zijn verkennend werk van de afgelopen weken en zijn advies op basis waarvan wij natuurlijk de volgende stappen ook zullen zetten. Voorzitter, een dergelijk debat is altijd al belangrijk, maar nu helemaal. Want de kiezer heeft een heel duidelijk signaal laten horen. Mensen hebben ons met de neus op de feiten gedrukt dat het niet goed ging. Dat wij ze niet altijd voldoende hebben zien staan. Te vaak zijn blijven hangen in bekvechten en dat we de problemen waar zij tegenaan lopen onvoldoende hebben opgelost. En dat het anders moet. En ze hebben gelijk. Ja, we hebben belangrijke stappen gezet in tijden waarin ons land het lastig had. Moeilijke maatregelen genomen om ons land veilig en gezond te houden. Ondernemers geholpen die de coronaperiode door te komen. We zijn erin geslaagd met maatregelen als het prijsplafond de onverwachte kosten van de afgelopen winter te beperken. En het zijn maar een paar voorbeelden. Maar het is ook waar dat niet alles is gelukt. Het is de vorige coalitie bijvoorbeeld niet gelukt om de instroom van migranten aan te pakken. En er zijn meer problemen niet opgelost. Het kabinet is dan ook niet voor niets gevallen. En voorzitter, dan komen we er niet alleen met begrip dat mensen het zat zijn. De tijd van elkaar de maat nemen, praten en analyseren is wat mij betreft voorbij. We moeten de handen ineens slaan en aan de bak om het beter te doen. Zo moeten we kijken hoe we het eens worden over maatregelen om de last onder controle te houden. Om te zorgen dat er daadwerkelijk meer geld in de portemonnee overblijft. Dat we wel het verschil maken, dat het uitmaakt als je extra uren gaat werken. Dat je het ook merkt. Dat je geen zorgen hoeft te maken of je spaarpotje aan zult moeten spreken dat eigenlijk voor je oude dag bedoeld is. Dat je weer een bedrijf durft te starten of durft te laten groeien. In plaats van dat je bang bent voor alle regels die je om de oren vliegen. Voorzitter, dan verwacht je dus, als je dat vakje rood hebt gekleurd, dat we aan de slag gaan. En graag, zou ik zeggen, wat de VVD betreft. Wij weten wat we willen en waar we voor staan. Aan tafel om te onderhandelen, om te kijken hoe we elkaar kunnen vinden. En zoeken naar werkbare oplossingen die echt het verschil gaan maken in mensenlevens. In de levens van alle Nederlanders. Want hoe er ook gestemd is, welke samenwerking er ook wordt gevormd, de oplossingen zullen voor alle mensen in het land moeten werken. En ja, ik geloof dat een groot deel van dit land een centrumrechtskoers wil. Maar een nieuw kabinet zit uiteindelijk voor iedereen. Iedereen die erop mag rekenen dat zijn of haar problemen worden aangepakt. En vanzelfsprekend zullen wij die oplossingen toetsen aan wat voor ons belangrijk is. Het beschermen van de waarden van de rechtsstaat, waarbij iedereen gelijk is voor de wet. Het behouden van degelijke overheidsfinanciën, zodat we niet de schuld doorgeven aan de generaties na ons. En het behouden en verder versterken van onze internationale economische en veiligheidspositie, zodat we niet alleen bijdragen aan vrede, welvaart en stabiliteit in ons eigen land, maar ook internationaal, bijvoorbeeld de Oekraïne te blijven steunen in de strijd tegen een brute agressor. Dus voorzitter, laten we beginnen en kijken waar we elkaar kunnen vinden. Onze krachten bundelen. Liever vandaag dan morgen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Jezielkes. Dan zie ik de heer Eermans namens JA21 staan voor een interruptie. Dank voorzitter. De kiezer heeft gelijk. De kiezer heeft duidelijk gestemd. Rechts heeft gewonnen. En gelukkig worden gesprekken gevoerd nu met de vier winnaars. De VVD als grote partij. En kan de rechtse kiezer bediend worden? Waar ik ontzettend van ben geschrokken, en ik denk de rechtse kiezer ook, die inderdaad uw vakje rood heeft gekleurd, is dat de VVD bij voorbaat zegt en heeft gezegd, en dat is vrij uniek denk ik in onze geschiedenis, wij gaan niet meedoen. We komen niet in vak A terecht onder leiding van de heer Wilders en de andere partijen in het kabinet. Mijn vraag is, laat u daarmee niet die VVD-kiezer, die rechtse kiezer, enorm in de steek? Mevrouw Jezielkes. Voorzitter, ik ben blij met de vraag van de heer Eertmans, want dan kan ik ook vanaf deze plek nogmaals herhalen dat wij zeker dus wel meedoen. Wij staan klaar om te onderhandelen. En we zijn al 2 weken er klaar voor. Heb ik ook meteen bij mijn eerste gesprek met de verkenner aangegeven. Ik kan niet wachten om met die mapjes onder mijn arm de kamer in en uit te lopen. Want ik weet heel goed wat wij willen bereiken voor Nederland. Dus wij gaan zeker wel meedoen wat ons betreft. En wij gaan ons best doen om een centrumrechtskabinet mogelijk te maken.
En dat is ook wat ik onze kiezers graag uitleg, graag meegeef. En ik zie ook dat mensen daar vooral zich op richten. Ga nou aan de slag om die problemen op te lossen. En daar staan wij klaar voor. De heer Eermans, vervolgvraag. Ja, maar u gaat niet aan de slag, want u gaat zelf niet in dat kabinet zitten, toch? Of is meedoen nu veranderd in echt meedoen? Ik heb de indruk dat u al heeft gezegd, we parkeren ons weg en we zitten in een gedoogconstructie. We zullen het steunen, we gaan wel onderhandelen, maar we gaan niet als VVD ministers leveren. En dat valt de rechtse kiezer rauw op zijn dak. Waarom? Omdat het namelijk ook heel voortijdig is dat u dat heeft gezegd. Namelijk aan de voorkant. En niet na een loop van onderhandeling waarvan u zegt, nou, hier kunnen wij uiteindelijk niet mee leven. Wat is er in uw gevaren om in één keer te zeggen, wij gaan niet ministers leveren in een rechtskabinet. Terwijl de kans voor open doel ligt nu voor de VVD en de rechtse partijen om instappen. Meneer Eertmans doet zichzelf een beetje tekort, want hij zei, ga je nou echt meedoen? Ik vind als volksvertegenwoordiger je kiezers vertegenwoordigen, wat de heer Eertmans al nu een paar jaar hier doet, dat is echt meedoen. Dat is volop meedoen. Dat is vanuit de Kamer regelen dat zaken ook geregeld worden in een kabinet of in een coalitie, wat voor samenwerkingen dat dan ook is. Meedoen kan vanuit verschillende manieren, op verschillende rollen. En het gaat erom dat je het verschil maakt voor de mensen in het land die daar naar die verschillen snakken. En daar staan wij klaar voor. Tot slot op dit punt, meneer Eermans. Dit is gewoon de ingebouwde riedel van mevrouw Jazilguus. Van, ja, dan komt die vraag en dan zeg ik van ja, maar meedoen. Wacht even, de Kamer is het hoogste orgaan. Waarom, laat het op tafel leggen. Wat is er dat u beweegt om niet in een kabinet Wilders te stappen? Is dat omdat u denkt, hij maakt er een puinhoop van? Of is het dat u denkt van ja, daar komen wij niet aan onze trekken? Of is het van ja, ik zie het zelf niet zitten. Misschien moet ik zelf mijn biezen pakken. Wat is er nu dat het... En niet komen met de riedel, we hebben wat verloren, want de VVD heeft vaker verloren en toch altijd het landsbelang gediend. U kunt het landsbelang dienen, maar dan zult u ook moeten instappen in vak A. Want u heeft zelf grote woorden gehad over een rechtse combinatie. U wil die asielcrisis aanpakken, hè? U wil die koopkracht verbeteren, u wil al die punten. Nou, verzilver dat. En dat kun je volgens mij alleen maar doen als je echt vertrouwen hebt. Als je echt vertrouwen hebt in elkaar en in de heer Wilders door in vak A te gaan zitten. Laat het duidelijk zijn, voorzitter. Ik heb de vertrouwen in de heer Wilders, in Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas, om samen aan tafel te gaan en te kijken hoe ver we komen juist op die onderwerpen. Dat zeg ik al vanaf het begin en daar is niks aan veranderd. Wat ik 2 dagen na de verkiezingen heb gezegd, nadat we met de fractie naar de uitslag hebben gekeken en voor onszelf de weging hebben gemaakt, is dat het voor de VVD heel belangrijk is dat we ophouden met het automatisme. Dat we altijd zeggen, en hier is meteen onze ministersploeg. En dat gaat, voorzitter, niet alleen om het feit dat wij een aantal zetels zijn verloren. We zijn dankbaar voor de 1,5 miljoen stemmen die we wel hebben gekregen. Het gaat niet alleen over 13 jaar verantwoordelijkheid nemen en dat je dat automatisme moet doorbreken. Het gaat ook over, volgens mij uit mijn hoofd, ongeveer 46 nieuwe zetels richting PVV, NSC en BBB. Het kiezer zegt daarmee heel duidelijk, je moet niet doorgaan met wat je deed. Het moet anders dan wat het was. En dan vraag ik aan de heer Eertmans, waarom zou ik dan denken dat dat geldt voor die hele Kamer, behalve voor de VVD? Nee, wij zijn geen plusjeplakkers. Wij zorgen ervoor dat we op inhoud het verschil maken. En dat is wat ik de 2e dag heb gezegd, zodat het niet als een of ander politiek argument aan tafel van de verkenner zou komen. En ik heb daarbij meteen gezegd, ook richting de verkenner en in de media en richting mijn kiezers, dat betekent voor de VVD dat wij de verantwoordelijkheid pakken zoals u dat gewend bent van ons. Doen we vanaf een andere plek, maar we pakken hem vol. We gaan niet onze rug keren en zeggen, zoek het dan maar uit. Nee, wij staan klaar om te onderhandelen. En ik ben heel blij dat de verkenner adviseert. Nou, ga daar maar mee beginnen. Wij komen. Ik geef u ook nog een keer de gelegenheid om kort iets te zeggen. Dank voor de coulance, voorzitter. Ik heb mij ingehouden tot nu toe. Dus ik hou het heel kort. Het gevolg kan overigens zijn als de VVD gaat gedogen dat ook de heer Omtzigt gaat gedogen. En wat houden we dan nog in handen? Ik denk dat de verkenner met dezezelfde problematiek in zijn hoofd speelt. Mijn laatste vraag is, sluit mevrouw Jazilguus uit dat u ministers gaat leveren in een rechtskabinet onder leiding van de heer Wilders? Sluit u dat uit? Mevrouw Jazilguus. Ja, voorzitter, ik zie onze positie niet veranderen. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Baarle namens DENK. Ja, voorzitter. We hebben net een uitgebreid debat gevoerd met de heer Wilders. En verschillende mensen hebben in het debat de heer Wilders zijn uitspraken voorgehouden. Kopvolde tax, waarbij hij vrouwen met een hoofddoek heeft gediscrimineerd en op een verschrikkelijke manier heeft weggezet. De Koran vergeleken met Mein Kampf, de islam, een kwaadaardige ideologie genoemd, vergeleken met een ziekte, met rampen. En eigenlijk op al die voorbeelden die in het debat genoemd werden, zei de heer Wilders, ik ga ze niet intrekken en ik ga er ook geen excuses voor maken, voor die uitspraken. Vindt mevrouw Jazilguus dat acceptabel?
En vindt mevrouw Jessugus dat de heer Wilders daarmee met haar steun premier van alle Nederlanders zou kunnen worden? Mevrouw Jessugus. Voorzitter, ik heb het debat gevolgd. En ik heb de heer Wilders dat horen zeggen. Het is voor mij geen randvoorwaarde dat we met elkaar allemaal terugkijken en langs alle tweets gaan en zeggen en hier vind ik dit van en hier zeg ik sorry voor. Wat voor mij belangrijk is, en dat, ook dat geef ik al een tijd aan, voorzitter, is hoe je er nu in zit en wat je van plan bent om te doen, inderdaad voor alle Nederlanders. Dus mijn basisprincipes als liberaal staan 4 overeind. Dat heb ik ook aangegeven, staat ook in de brief van de Verkenner. Daar zullen wij ook alles aan toetsen. Dat kan voor niemand een verrassing zijn overigens, dat de VVD dat zal doen. En zo zullen we het ook bekijken. Vervolgvraag. Ja, voorzitter, laat dat even op ons inzinken. Hè. Hier staat de leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En hier hebben we iemand in de Tweede Kamer en daarbuiten die 20 jaar alles heeft gedaan om die vrijheid en de democratie te ondermijnen. In ieder geval de vrijheid van meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims. Met discriminerende voorstellen, met beledigen, met wegzetten, vergelijken met ziektes en rampen. En voorzitter, de leider van de partij die zegt te staan voor vrijheid en democratie, zegt daar stap ik overheen. Wat zijn die woorden vrijheid en democratie voor de VVD er nog waard als wat er met meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims is gedaan door Geert Wilders, door mevrouw Jessugus zo gemakzuchtig daar overheen gestapt wordt alsof het niks is? Mevrouw Jessugus. Integendeel, voorzitter. Ik vind dat verwerpelijke uitspraken van de PVV van de heer Wilders, en dat weet hij ook. Er zijn wel meer partijen die hier verwerpelijke uitspraken in de Kamer doen, zeg ik richting de heer Van Baarle. De eerste keer dat mijn persoonlijke vrijheid en veiligheid werd bedreigd in dit land kwam door zijn partij, door DENK. Daar heb ik tot op vandaag ook nog geen enkele keer een sorry over gehoord. Ik ga ook verder met mijn leven. He, als je hier in de Tweede Kamer, from the river to the sea, zegt, terwijl je weet wat de context daarbij is, wat de mensen horen, wat Joodse Nederlanders horen, en dat trots nog een keer herhaalt en herhaalt, ja, daar vind ik ook een hoop van. Zo kunnen we elkaar de maat nemen. En in debatten zullen we dat ook doen overigens. En aan de onderhandelingstafel zullen we ook kijken hoe ver we met elkaar komen. Maar deze is niet eenzijdig, hè, meneer Van Baarle? Ja, voorzitter. Kijk, mevrouw Jessugus, die kan met allemaal verwijten in mijn richting komen, waarvan de helft niet waar is en de andere helft ik een volstrekt andere opvatting heb over de duiding van de uitspraak die ik heb gedaan en ik sta daar nog steeds vierkant achter. Maar ik wil terugkomen naar de vraag. Ik wil terugkomen naar de vraag en de vraag aan mevrouw Jessugus. Want mevrouw Jessugus kan mij een wedervraag stellen, maar ik stelde haar een vraag. De vraag aan mevrouw Jessugus is of het geloofwaardig is dat de voorvrouw van een partij die zegt te staan voor vrijheid en democratie alleen maar zegt, ik ben het niet eens met de uitspraken, dat ben ik ook niet, maar vervolgens zegt dat iemand dan geloofwaardig premier zou kunnen worden met steun van de VVD. Wat doet dat met meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims? Dat de VVD zegt, iemand die het heeft gehad over kopvodden, die zegt dat moskeeën gesloten moeten worden, die maken wij tot premier. Daarmee draagt mevrouw Jessugus dus toch bij met het ondermijnen van onze democratische rechtsstaat door dat soort uitspraken tot het torentje te gaan verheffen. Dank u wel, mevrouw Jessugus. Voorzitter, ten eerste heeft de heer Wilders hier zelf aangegeven dat hij dat gesprek aangaat, ook over de vorm waarop hij onderdeel uitmaakt van die coalitie of van die samenwerking. Dus dat is allemaal onderwerp van gesprek. Wie pakt welke rol waar? Wij zijn duidelijk over onze eigen inzet en dat is aan ieder om dat zelf vervolgens te vervullen. En ik begrijp dat de heer Van Baarle zegt, ja, maar ik wil het echt wel over de PVV hebben en niet over mijzelf. En ik geef aan dat ik hier meerdere partijen zie die in het verleden een verdienmodel hebben gemaakt van uitsluiten. En mensen wegzetten als ze niet gedragen zoals zij dat wensen. Dank u. En u kunt van mij als voorvrouw van die liberale partij altijd verwachten dat ik dat zonder selectieve verontwaardiging terug zal leggen. Dus ook richting de heer Van Baarle. Dank u wel. Dan is het woord nu aan de heer Bontebal, CDA. Dank u wel. Misschien is de oplossing dat dan partijen aan alle kanten van het spectrum redelijke uitspraken doen. Dat zou dan een heel eind schelen. Mijn vraag gaat... Ik heb eigenlijk maar één vraag aan mevrouw Jessugus. En dat is, zij heeft vrij hard GroenLinks PvdA uitgesloten. En ik vind het wel ingewikkeld dat de PVV niet wordt uitgesloten. Waar dan echt wel bezwaren te bedenken zijn in de rechtsstatelijke zin. Maar dat het in de campagne vrij hard GroenLinks PvdA is uitgesloten. Ik snap goed
dat u wellicht geen vrienden bent met deze partij. Ik snap ook dat er misschien heel veel hobbels en barrières zijn. En dat u niet gelijk meteen staat te springen om met ze samen te werken. Maar u heeft ze wel uitgesloten. Is dat nog steeds zo hard of moet ik dat dan toch op een of andere manier anders lezen of interpreteren? Mevrouw Jezielkes. Voorzitter, ik heb tijdens de campagne niemand uitgesloten. Sterker nog, een deel van de VVD-kiezers geven aan op de PVV hebben gestemd, omdat ze bang waren dat ik anders met Timmermans in zee zou gaan. Dus dat vrij hard uitsluiten is en niet gebeurd en ook niet totaal overgekomen bij mensen. Wat we nu wel hebben gezegd, mevrouw de voorzitter, wat we nu duidelijk hebben aangegeven is, wat ik ook richting de heer Eertmans zei, voor de VVD is het een autonome beslissing om te zeggen, wij pakken vanaf een andere plek onze verantwoordelijkheid. Dus dat staat los van de combinatie met de PVV als grootste of wie dan ook. Het gaat over een optelsom, bijvoorbeeld die 46 nieuwe zetels. Vervolgens hebben we gezegd, maar we gaan het wel graag mogelijk maken, omdat we een centrumrechtse koers ook voor dit land zien zitten en we ook zien dat de kiezer dat wil. En dat is een koers waar wij ons comfortabel bij voelen. Ik heb daarbij diezelfde dag, die vrijdag ook aangegeven, stel nou dat dit niet lukt en het is hier aan de heer Timmermans om te kijken, kan ik een coalitie vormen? Dan blijft die autonome afweging voor de VVD natuurlijk overeind. Dan blijven wij nog steeds in de Kamer. Maar dan zie ik ook totaal niet een logische beweging dat wij dan zo'n centrum-links-kabinet zouden gedogen. Dan zitten we gewoon in de Kamer, zijn wij een oppositiepartij en zullen we elk voorstel beoordelen zoals die komt. Dus nee, wij zullen dat inderdaad niet mogelijk maken. Een vervolgvraag, de heer Bontebal. Hoe hard is dat? Want feitelijk zijn er natuurlijk maar twee meerderheidsopties. Mijn partij heeft een sterke voorkeur voor inderdaad de meerderheidscoalitie. Daar zijn er denk ik twee mogelijk. En in eentje, daar zit toch echt die GroenLinks-PvdA-fractie als een van de grote winnaars. Als u nu zo hard zegt, dat ga ik no way doen, dan valt optie 2 af. En dan wordt het nog moeilijker om hier een kabinet te maken wat voor alle Nederlanders hele grote problemen gaat oplossen. Voorzitter, volgens mij is het aan ons de opdracht om recht te doen aan de uitslag. En ik zie ook het advies van de verkenner die kant op gaan. En daar zijn we ook toe bereid om daar aan tafel te komen. Maar inderdaad, die uitspraak van mij dat wij niet vanuit bijvoorbeeld een gedoogconstructie een centrum-links-kabinet waar gaan maken, die staat overeind, die is heel hard. Dat gaat de VVD niet doen. Het staat aan ieder vrij om dat dan natuurlijk wel te doen. Maar wij zullen dat niet doen. Tot slot, de heer Bontebal. Nou, daar schrik ik toch van. Ik snap eerlijk gezegd ook goed dat er eerst wordt gekeken naar die eerste optie. Dat heb ik ook zelf in mijn brief aan de verkenner gezegd. Dus ik snap ook de beweging die er in Nederland is gemaakt. Tegelijkertijd gaat het wel, zoals collega Timmermans zegt, over het aantal zetels hier. En elke meerderheid die hier behaald wordt, is democratisch gewoon prima gelegitimeerd. En wat er uiteindelijk in een coalitieakkoord terechtkomt, daar bent u zelf bij. Dus ik vind het eigenlijk onverantwoord dat u optie 2 ook nu meteen al uitsluit. Uiteindelijk willen we toch ook gewoon dat Nederland geregeerd wordt. En de onderhandelingen gaan juist over de inhoud. Die staan niet bij het voorbad vast. Het hoeft ook niet per se een centrum-links kabinet te worden. Dat hangt af van wat er in dat akkoord komt. Dus in hoeverre bent u nog bereid te bewegen op dat tweede punt? Want ik schrikte eerlijk gezegd van dat u optie 2, we hebben maar twee opties, dat u die meteen afstreept. Mevrouw Jezielkes. Voorzitter, ik ben daar vanaf het begin al heel erg helder over geweest, die vrijdag na de verkiezingen. Dus daar neem ik ook niks van terug. Ik zie ook inhoudelijk heel weinig overeenkomsten. Maar u zult van ons, zoals u vanuit verschillende rollen ons gewend bent, altijd constructief kijken naar de voorstellen die dan komen vanuit zo'n kabinet. En om dat dan te beoordelen, betekent dat inderdaad de goede dingen voor dit land waar wij in geloven. En waar volgens mij ook Nederlanders naar snakken. Dus op die manier zullen we daarin zitten. Dus wij gaan het niet mede mogelijk maken bij voorbaat aan de voorkant, nee. Maar we zullen de voorstellen gewoon wegen zoals ze langskomen. Dank u wel. Dan heb ik als sprekers de heer Stoffer, daarna de heer Jette en daarna mevrouw Koekoek staan. De heer Stoffer namens de SGP. Stop eens met dat getut. Dat zijn niet mijn woorden, voorzitter, maar die las ik vanochtend als kop in de Telegraaf. En het waren de woorden, als je even doorleest, van een mevrouw die op de VVD heeft gestemd afgelopen november. En wat we ook zien is dat Nederland snakt naar een centrumrechts kabinet. Dat geeft ook mevrouw Jezielkes zelf aan. En dat heeft ook, denk ik, de stemming uitgewezen. Ik heb de heer Wilders zojuist de vraag gesteld van waarom moeten wij nu wachten, als politiek, maar vooral als inwoners van Nederland, tot begin februari volgend jaar, om te kijken of die vier partijen die genoemd worden, kunnen en willen gaan onderhandelen. Die onderwerpen, die snap ik heel goed, die in het advies van de verkenner staan. Maar daar kun je toch ook aankomende vrijdag met elkaar uitzenden en dan helderheid geven. Kan mevrouw Jezielkes aangeven waarom dit zo lang moet duren?
Nou, voorzitter, dat je binnen een paar weken meteen begint over de inhoud, wat concreet het advies is van de verkenner. Iedereen die zich de vorige onderhandelingen kan herinneren, weet dat dat heel juist snel gaat. En wat mij betreft nog veel sneller dan wat we nu voor ogen hebben of wat de planning nu aangeeft. Ik ben wel blij met deze vraag, omdat ik ook in de media zag dat sommige mensen het hebben geïnterpreteerd alsof we anderhalve maand dus eerst met elkaar gaan brainstormen over de waarde van de rechtsstaat. Het tegendeel is waar. De waarborgen van de rechtsstaat staan vier overeind. Daar ga ik ook niet aan morrelen of laten morrelen. Dat is geen onderhandeling. Het is een wens van de NSC om eerst met elkaar te zitten, elkaar in de ogen te kijken en daar de gelijke verstandshouding over te hebben. Dat is prima. Maar ik heb het advies ook zo gelezen en daar heb ik me ook aan gecommenteerd dat er ook staat. En dan gaan we daarna vrij snel over naar de inhoud. En juist om te kijken hoe ver je daarop kunt komen. Dat het dan niet in die drie weken daarna meteen tot achter de komma uitonderhandeld is. Dat kan. Maar dit zijn de cruciale onderwerpen die op dat lijstje staan. De dingen waar inderdaad Nederlanders naar snakken. Zet daar nou stappen op. Dus als wij allemaal net zo gecommenteerd als dat we hier vandaag staan aan die tafel daar straks komen, dan moeten we juist het tempo kunnen maken. En ik herhaal het nog maar een keer, voorzitter. Zeg al sinds 23 november. Wij staan er helemaal klaar voor om te beginnen tot achter de komma met die onderhandelingen. Dat wat maar nodig is. Het zal niet aan ons liggen. Een vervolgvraag, de heer Stoffer. Ja, voorzitter. Zou het ook een optie zijn, vraag ik aan mevrouw Jezilkes, om dan dat eerste punt over de grondwet, de rechtsstatelijkheid, om dat misschien op heel korte termijn al te laten weten aan de politiek, aan de inwoners van Nederland, van nou, dat hebben we met elkaar besproken en daar zijn we uit. Of, nou ja, ik kan maar eens niet voorstellen, de heer Wilders heb gehoord zojuist, daar zijn we niet uit. Zou dat niet gewoon voor de kerst kunnen? En dan de rest daarna, en dan stel ik gelijk mijn volgende vraag, voorzitter. Zou mevrouw Jezilkes ook iets kunnen zeggen van, stel nu eens van dat ze daar zegt, ja, daar ga ik niet alleen over, hè, dus daar kan ik me voorstellen. Hoe snel zouden we tot een kabinet kunnen komen? Want Nederland verlangt echt naar een Valkuil wat weer missionair is en wat die echt het probleem gewoon echt aan kan gaan pakken. Daar verlang ik als demissionair minister ook wel erg naar, kan ik zeggen. Voorzitter, kijk, wat mij betreft kan dat allemaal. Wij staan klaar, wij zijn bereid, de agenda is leeggeveegd en wij kunnen gewoon dat gesprek starten. En ik denk dat het goed is om straks richting de verkenner te vragen hoe hij dan die communicatie en het tempo daarin voor zich ziet. Want inderdaad, daar ga ik niet alleen over. Volgens mij is de bedoeling dat aan het einde van dat hele proces, begin februari, in één keer wordt gecommuniceerd. Wat ook maar werkt, uiteindelijk gaat het erom dat we die stappen vooruit zetten met elkaar. En wat mij betreft kan dat vanavond naar dit debat beginnen. Tot slot, de heer Stoffer. Tot slot, dank voor de beantwoording, helder. Aan de VVD zal het niet liggen als ik het zo hoor. Ik zou nog één oproep willen doen, voorzitter, richting de VVD. En dat is in het verlengde wat de heer Eerdmans zojuist aangaf. Kijk, als we straks tot zo'n centrumrechts kabinet zouden kunnen komen, zou ik toch een sterk beroep willen doen op de VVD om wel ministers te leveren. Want als je ziet, de andere partijen hebben nog nooit regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Ja, een enkeling die daarin zit, heeft dat vanuit een andere optiek gedaan. Of in de provincies, of vanuit een andere partij. Maar het is wel relatief beperkt. En de VVD heeft goede ministers in het verleden geleverd en ook nu. Eén staat er achter de katheder, dat compliment wil ik echt wel geven. En ik zou sterk een beroep willen doen van laat het land alstublieft niet in de steek. En denk er in kerstreces nog eens een keer over na om misschien toch, en dat willen heel veel VVD-stemmers ook, voorzitter, dat kun je lezen, dat hoor ik ook van ze. En ook SGP-stemmers zeggen van doe dat maar gewoon VVD. Lever alsjeblieft een aantal goede bewindsdoeken aan dat kabinet straks. Laten we met elkaar voor een fatsoenlijk, goed rechts-Nederland staan. Uw oproep is helder. Ik kijk nog even naar mevrouw Jezilkes. Nou, op inhoud vinden we elkaar helemaal. En de wens van de heer Stoffer voor kerst is ook wel maar gehoord. Dan is het woord nu aan de heer Jetten namens D66. Dank u wel, voorzitter. Wat verstaat mevrouw Jezilkes onder centrumrechts? Mevrouw Jezilkes. Ja, voorzitter, dan zal ik hem op mezelf betrekken. Want dan gaat het over beleid waar nou, de heer Jetten van weet dat ik voor sta. Bijvoorbeeld dat je de migratie eindelijk naar beneden brengt. Dat je bepaalde concrete problemen onder ogen ziet die met andere combinaties van samenwerkingen niet lukten. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld. Een ander voorbeeld is ook dat je zorgt dat de middeninkomens meer geld in de zak overhouden. Dat je ondernemers niet gebruikt als pinautomaat.
Nou, zo kunnen we de campagne overdoen, maar ik denk dat het... Ik weet waar de heer Jetten naartoe wil, maar ik ga hem eerst dit inhoudelijke deel maar eens geven. We gaan kijken, een vervolgvraag. Nou ja, dan mijn vervolgvraag zou zijn, is het ook centrumrechts om uit de Europese Unie te willen? Van de euro af te willen, daarmee onze economie grote schade te laten oplopen? Is het centrumrechts om volledig te willen stoppen met klimaatbeleid, terwijl de wereld in brand staat? Is het centrumrechts om ook in dit debat gewoon weer te pleiten voor tweederangs burgers, kopvolden verboden in openbaar ruimtes? Is dat centrumrechts of zijn dat eigenlijk gewoon extreme standpunten waar elke fatsoenlijke partij in Nederland zich tegen zou moeten uitspreken? Mevrouw Jezielkes. Ja, voorzitter, als de heer Jetten aan mij vraagt of ik het eens ben met het verkiezingsprogramma van de PVV, dat heeft hij de afgelopen maanden niet opgelet tijdens de campagne. Natuurlijk ben ik daar niet mee eens. En dit is een reden waarom wij in ons gesprek met de Verkenner ook heel duidelijk onze basisprincipes hebben aangegeven. En een van de basisprincipes is naast stevige overheidsfinanciën, waarbij je de schuld niet doorschuift aan de generaties na ons, ook een internationaal sterke economische positie en veiligheidspositie van Nederland. Dat zijn geen elementen waar je aan gaat morrelen. Dat zijn ook geen elementen waarvan je zegt, nou de nullijn die houden we dan vast en dat is al winst. Nee, die houding, die positie, dat moet alleen maar versterkt worden van Nederland, zodat je ook daadwerkelijk voor alle Nederlanders te kunnen zijn. Ja, exact, voorzitter. En daarom spreek ik zelf ook liever van conservatief rechts of rechts met extreem rechts. Want dat is uiteindelijk de combinatie van partijen die nu bereid is om met elkaar te gaan spreken. En mevrouw Jezielkes heeft in de campagne zelf die deur daarvoor opengezet. Zelf genormaliseerd wat niet normaal zou moeten zijn in het Nederlandse politieke debat. In een land waar we vinden dat iedereen mee mag doen, dat iedereen mee moet kunnen komen. En mijn vraag aan haar zou zijn ook, wat is het verschil eigenlijk tussen de getallen 24 en 25? Want een dag voor de verkiezingen, toen mevrouw Jezielkes nog op 25 zetels in de peiling stond, was ze nog bereid om als premier van een kabinet met VVD en PVV te gaan regeren. Eén zeteltje minder is de uitslag en u wilt niet meer meedoen. U wilt hier aan de zijlijn gaan gedogen om zo'n extreme combinatie toch mogelijk te maken. Hoe kunt u dat uitleggen aan al die kiezers in Nederland die zich zorgen maken over de extreme glijbaan waar we nu met elkaar op dreigen te stappen? Mevrouw Jezielkes. Er gaan een heleboel dingen manken in de beredenering van de heer Jetten. Ten eerste is het niet een simpele rekensom als ik 25 had, wel 24. Dat is natuurlijk onzin, dat heb ik ook nooit ergens gezegd. Het gaat over 46 nieuwe zetels richting PVV, NSC en BBB. En daarmee zegt de kiezer, je luistert niet naar me, ik ben er klaar mee, het gaat niet goed. Ik zou het nog wel arrogant vinden als VVD om te zeggen, nou, dat geldt voor iedereen behalve voor mij. Ik was daar afgelopen 13 jaar bij. Dus dat betekent dat je daar ook een verantwoordelijkheid inneemt. En dat is een autonome afweging van de VVD die losstaat van PVV als grootste. Vervolgens de deur op een keer gezet. Voorzitter, dat moet me toch echt hier van het hart. Op het moment dat je zegt, ik sluit geen kiezer uit, betekent dat je naar hun zorgen luistert. En laat ik de heer Jetten en zijn collega's aan die kant eens meegeven. Als u dat nou ook eerder had gedaan, als we dat samen eerder hadden gedaan, dan hadden we ook naar die zorgen kunnen acteren. Nogmaals, het kabinet is niet voor niets gevallen. Op het moment dat je tegen mij nu hier zegt, voorzitter, had nou die kiezer ook genegeerd, dan hadden wij het ook nog kunnen negeren en had de kiezer niet zo luid kunnen spreken. Dat is echt een opdracht waar ik niet bij kan. Dat we staan hier omdat we dit debat gaat over de verkiezingsuitslag. De kiezer kon niet nog duidelijker zijn. En ik vind prima hoor, om als VVD er ook daar de schuld van te krijgen. Maar de kiezer is nogal duidelijk. Dus alsjeblieft, luister ernaar en zorg er nou voor dat we samen die oplossingen wel gaan bieden. En liever nog breder dan een centrumrechtskabinet, maar met de hele Kamer. Want die zorgen zijn niet fictief en die waren niet verdwenen als wij een andere campagne hadden gehad. 37 zetels komen niet vanuit een campagne. Mensen zijn ongerust en dat ging via Forum, BBB, in de peilingen NSC. En het is geland bij de PVV. Mensen willen ons iets zeggen en ze hebben daar gelijk in. Voorzitter, heel kort tot slot. Ja. 5 maanden geleden had mevrouw Jezielkes ja kunnen zeggen. Ja kunnen zeggen tegen een migratiepakket. Waar waren we nu bezig geweest om antwoord te geven op die zorgen van mensen. En dat pakket waar u in de campagne af en toe denigrerend over deed, dat staat gewoon 1-op-1 in uw verkiezingsprogramma. Dus eigenlijk vond u het ook een prima migratiepakket. U had toen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Toen samen met ons ervoor kunnen zorgen dat we aan de slag gingen. Inmiddels zijn we 5 maanden verder. Heeft u de deur opengezet voor extreme politiek, voor politiek van intolerantie. En dat is uw verantwoordelijkheid. Mevrouw Jezielkes. Voorzitter. Ten eerste, als u naar het verkiezingsprogramma van de VVD kijkt, dan ziet u daar inderdaad een
een mooi pakket om die migratie te beperken. En dat is een uitgebreider pakket, namelijk met echt effectieve maatregelen, in tegenstelling tot waar we 5 maanden geleden stonden met het demissionaire kabinet. En alle deskundigen destijds zeiden dat ook tegen ons. Of je neemt de echte stappen, of je komt met een licht verhaal richting de kiezer en dan doe je alsof je het voor elkaar hebt gekregen, alleen maar om zelf nog langer minister te blijven. Zal ik altijd voor passen? Zal ik echt nooit in meegaan? Dus dat is niet aan de orde. Om nou, en dat vind ik prima, hè, om partijen weg te zetten als extreem en noem maar op. Maar ook hier weer, de hypocrisie is wel, ik wilde zeggen, de mensen buiten zijn er klaar mee. Ik ben er ook echt klaar mee. Ik ben er echt ongelooflijk klaar mee. Als je een demissionair premier wil afzetten, dan bel je Wilders. Als je box 2 wil verhogen de belastingen voor ondernemers, dan bel je Wilders. Als je box 3 wil verhogen, hè, de spaarpotjes, dan bel je Wilders voor steun. Als je de bankenbelasting wil verhogen als links, dan bel je Wilders voor steun. En vervolgens zeg ik, ik ga kijken of ik een centrumrechtse koers waar kan maken. En dan ben ik degene die niet deugt. Hou op met de hypocrisie, hou ermee op. Ik wil ook de mensen in de zaal vragen niet meer steeds te klappen. Ik vond hem wel fijn hoor, voorzitter. Dat kan ik me voorstellen, maar desalniettemin toch het verzoek om dat niet iedere keer te doen. Mevrouw Koekoek, namens VOTS. Graag stilte in het vak van de VVD. Mevrouw Koekoek, voor interruptie namens VOTS. Fijn die inzichten in de telefoonlijsten van de fractievoorzitters hier. Heel vreemd. Op het moment dat ik lees dat er goede plannen worden gedoogd door de VVD. Dat staat in het rapport van de Verkenner. En ik hoor je zeggen, wij staan voor de internationale en de nationale rechtsorde. Dan is mijn simpele vraag, wat zijn dan goede plannen die gedoogwaardig zijn? Want een asielstop, daar is een exit voor nodig. Stop met klimaatbeleid, dan moet niet alleen onze eigen klimaatwet door de shredder, maar dan moet ook het zojuist getekende slotstatement in de kop in Dubai door de shredder. Als we mensen die misdrijf hebben gepleegd willen gaan uitzetten, dan moeten we onderscheid gemaakt tussen 2 groepen. Nou, mensen met een dubbele paspoort en mensen met een enkel paspoort. Want die laatste groep, die kan je niet staatloos maken. Je kunt mensen niet van de papieren wereld afschoppen. Dat gebeurt er namelijk op het moment dat je dat zou doen. Dus we gaan onderscheid maken. Dus wat valt er nou te gedogen binnen die grenzen van de o zo gewenste internationale en nationale rechtsorde van de VVD-fractie? Mevrouw Jezielkes. Voorzitter, ten eerste was dat niet een telefoonlijst van fractievoorzitters. Dat zijn de moties waar VOLT ook voor stemt. Dus u ook leunt op Wilders. Maar dat terzijde. Dan als het gaat over de standpunten van de PVV. Dat ik niet voor een exit ben, dat ik niet ben voor het sluiten van de grenzen. Dat ik vind dat ik goede plannen heb om die migratie naar beneden te brengen. Dat is evident. Dat is het gesprek wat we aan tafel gaan hebben met een informateur. Dat zullen we dan zien. En als je alles hier door elkaar haalt, want mevrouw Koekoek zegt, ja, we gaan onderscheid maken tussen mensen met 2 nationaliteiten en 1 nationaliteit. Dat doen we al. Ik heb als minister van Justitie en Veiligheid afgelopen 2 jaar meerdere nationaliteiten ingetrokken van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische misdrijven. Dat is namelijk omdat we dat hier in de Kamer met elkaar hebben afgesproken en ik dat als minister vol overtuiging uitvoer. Als dan een partij zegt, daar wil ik delicten aan toevoegen, dan hebben we het hier met elkaar over en dan beslis je of je dat een goed idee vindt of niet. Dus als je alles op één hoop gaat gooien en gaat doen alsof praten überhaupt over de problemen in het land niet, dat niet kan, of dat je niet met die en die daarover mag praten, dan denk ik dat je de mensen hier buiten deze zaal echt tekort doet. Het gaat over reële problemen en over reële oplossingen. En daar ga ik volledig mee met mevrouw Koekoek. Er is een reden waarom onze basisprincipes zo duidelijk in die brief naar de Verkenner staan. En die staan niet als onderhandelpunten. Het zijn basisprincipes. Het gaat over het vertrouwen hebben in onze internationale verdragen, waar ook wij van vinden, en dat is ook niet nieuws overigens vanuit de VVD, dat je een aantal kunt herzien, omdat ze verouderd zijn. Maar dat je zegt, wij steunen op die pilaren. Want dat zorgt ervoor dat niet alleen Nederland of ons continent, maar grote delen van de wereld veilig zijn, stabiel zijn, welvaart kennen. Ik heb op geen enkel moment gezegd, voorzitter, en misschien wel goed voor mevrouw Koekoek en anderen die nog een interruptie willen. Mijn liberale waarden staan 4 overeind. Ik heb niks in een koelkast of in een prullenbak staan. Ik ga graag in onderhandeling over welke maatregelen binnen die randvoorwaarden passen om er vervolgens voor te zorgen dat dit land vooruit gaat. En die verantwoordelijkheid, die ga ik zeker pakken. Een vervolgvraag van mevrouw Koekoek. Ja, het verwijt was, het is hypocriet. Want als je iets geregeld wil hebben waar je zelf even schone handen bij wil houden, dan bel je de heer Wilders. Nou, de heer Wilders zal beamen, ik heb hem nog nooit gebeld. Dus waarom er ineens moois bij worden getrokken, dat begrijp ik niet. Ik vind het verwijt dat het hypocriet is om Wilders met de vuile handen te laten gaan, vind ik heel vreemd. Die even geparkeerd, antwoordgevende op waar mevrouw Jezielkes nu mee komt.
Het gaat er niet om dat we verdragen kunnen veranderen. Dat was ook mijn vraag niet. Mijn vraag was, wat is gedoogwaardig? Wat gaat de VVD-fractie gedogen binnen die internationale nationale rechtsorde? Waarom haal ik daar bijvoorbeeld die dubbele nationaliteit uit? Het is niet per verdrag, maar per algemeen rechtsbeginsel waar je niet aan kan morrelen, verboden om iemand stateloos te maken op papier. Iemand met een enkele nationaliteit, bijvoorbeeld als ik nu een misdrijf zou plegen, die kan je niet uitzetten uit Nederland. Waarom niet? Omdat ik dan als mens van de papieren wereld verdwijn. Dat kan wel met een dubbele nationaliteit. Je gaat dus onderscheid maken tussen verschillende groepen. Dat is één. Een asielstop, zoals mevrouw Zugel zegt, we hebben daar hele goede plannen voor, kan alleen maar als je uit de Europese Unie stapt. In ons geval, in het Nederlandse geval. De klimaatwet. Maar uw vraag is, mevrouw Koekoek. Want u krijgt zo nog 10 minuten de gelegenheid. Ik heb aan iedereen gevraagd het kort te houden, zo kan u. Goed punt, voorzitter. Het punt is wel, dan zou ik wel heel graag antwoord willen op de vraag die ik stel. En niet antwoorden die passen in de woordvoeringslijn van mevrouw Zielkes. Dat is een terechte wedervraag. Ik verstond alleen de laatste niet. Stel, ik verstond het niet. Ik verstond de vraag niet. Mevrouw Koekoek. Ik zou heel graag antwoorden willen op de vragen die ik stel. Ja. En niet die binnen de woordvoeringslijn van mevrouw Zielkes passen. Nou, voorzitter, ik ga vrij letterlijk in op het betoog van mevrouw Koekoek. En dan begint zij met dat ze mijn antwoord niet herkent. Maar ik ga vrij letterlijk in op zaken. En als het gaat over bijvoorbeeld een asielstop en dus met een nexit en de grenzen dicht en uit de EU stappen, zeg ik al maanden tijdens de campagne, en ik herhaal het hier weer, maar u kunt ook mijn verkiezingsprogramma erop nalezen, dat wij daar helemaal niet voor zijn. En nexit zou betekenen dat dit land kapot gaat. Ik heb concrete maatregelen om die migratie wel naar beneden te kunnen brengen. Maar dan zal ik met de partners aan tafel moeten kijken, hoe ver komen we daarmee en kunnen wij vervolgens leven met hoe ver de anderen zijn om daarop te bewegen. Dat is wat een onderhandeling is en dat is wat een informateur vervolgens gaat leiden. Dus ik kan niet bij voorbaat zeggen, dit is dan mijn lijstje en als men daar zich niet aan voldoet, dan ga ik sowieso niet samenwerken. Dat is namelijk niet hoe je een samenwerking begint. Dan ga je aan tafel en dan ga je praten. En daartoe zijn wij dus meer dan bereid. Het andere punt waar ik vrij letterlijk op inging, wat niks heeft te maken met een woordvoeringslijstje van mevrouw Koekoek is, dan ga je onderscheid maken tussen mensen met 1 en 2 nationaliteiten. En ik vertel haar, dat doen we al. Sterker nog, dat is onze rechtsstaat, onze grondwet. En dat doe ik al in opdracht van haar, van de Kamer. Als minister trek ik nationaliteiten in van mensen die zich schuldig maken aan het vernietigen van ons land, aan terrorisme. En dat doe ik met volle overtuiging. Dus ik haakte alleen aan op de discussie, alsof er werd gedaan, alsof dat onmogelijk is. Het is mogelijk en sterker nog, ik vind het ook nodig dat we dat doen bij mensen die zich inzetten op het vernietigen van alles waar wij voor staan. Dan vind ik hen het Nederlanderschap niet waard. En daarom trek ik al 2 jaar nationaliteiten in op het moment dat dat zich voordoet als iemand zich daar aan schuldig heeft gemaakt en onherroepelijk is veroordeeld. Dat was een voorbeeld om te zeggen, gooi niet alles op één hoop en laat ons dan zuiver dat gesprek voeren, want ik denk dat als het gaat over waarborgen van de internationale rechtsorde en de rechtsstaat, mevrouw Koekoek en ik een heel eind samen op kunnen trekken. Dank u wel. Tot slot, mevrouw Koekoek, en dan is het woord aan de heer Timmermans. De vraag was, wat zijn gedoogwaardige plannen als het uitgangspunt van de VVD-fractie is binnen de internationale en nationale rechtsorde blijven? Een asielstop geeft mevrouw Zierkels aan, kan niet. Waarom wordt een gedoogconstructie dan overwogen? Want dat is een speerpunt. Nou ja, en zo'n nationaliteit afpakken om een misdrijf, niet een extraordinair misdrijf als terrorisme, kan ook niet. Daarom som ik het op en de voorzitter beperkt mij terecht, want iedereen moet hier aan de beurt komen. Maar daar krijg ik geen antwoord op. Maar voorzitter, je zit straks met 4 partijen aan tafel. Dan is niet het standpunt van 1 partij, dus een nexit, het leidende standpunt en daar gaan we met elkaar over dansen. Nee, je zet op tafel, je legt op tafel wat jouw standpunten zijn. En binnen de internationale rechtsorde, mijn maatregelen om de migratie naar beneden te brengen, is bijvoorbeeld een 2-statenstelsel, zoals ze in Duitsland hebben, waar hier heel erg hysterisch over wordt gedaan, maar wat gewoon kan en wat ons kan helpen om vervolgens migratie wat beheersbaarder te krijgen. En zo heb ik een heleboel andere maatregelen die allemaal binnen de verdragen passen. Daarbij wil ik ook verdragen herzien, omdat ik ze een beetje verouderd vind. Nou, dat is het gesprek wat ik zal inbrengen. Voorzitter, één ding wel. Hè, ons verkiezingsprogramma, inclusief de onafhankelijke doorrekening. Niemand kan verrast zijn over de inzet van de VVD straks aan tafel. Die is gewoon nogal helder. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Timmermans namens GroenLinks-PvdA. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Laat ik proberen een paar dingen op te helderen. Als wij het voorstel zullen doen om het minimumloon naar 16 euro te verhogen, als wij het voorstel zullen doen om de kinderopvang gratis toegankelijk te maken voor iedereen,
En de PVV wil ons daarin steunen, zullen we die steun en dankbaarheid aanvaarden. Dus dat verandert echt niet. Als we hier meerderheden kunnen halen voor die dingen die we voor de mensen in het land willen doen, dan zou ik die meerderheden omarmen, ongeacht uit welke fractie die komen. Maar dat mag je niet verwarren met het regeren samen met de PVV. En mevrouw Jessicus weet dat, maar dat doet ze bewust. Tweede opmerking, en daar kom ik ook naar mijn vraag. Ik zag de opmerking in Berlijn van de heer Rutte. Het is allemaal mijn schuld. Te veel eer hoor, maar het komt door mij dat kiezers van de PVV, van de VVD naar de PVV zijn overgelopen. En toen Rutte dat zei, dacht ik van oef, wat een klap in het gezicht van mevrouw Jesselgus. Dat zij dus kennelijk volgens de premier niet in staat is haar eigen kiezers vast te houden door Timmermans. Maar is niet de werkelijkheid, mevrouw Jesselgus, dat het feit dat u gebroken hebt met het beleid van uw voorganger als partijleider, door de deur open te zetten naar de PVV, juist de VVD-kiezers die neigen naar de PVV, maar altijd hebben gedacht, zolang Rutte er zit, komt de PVV nooit aan regeren toe. Dus als ik rechtsbeleid wil, kan ik maar beter bij de VVD blijven. Dat u ze zelf de weg heeft gewezen naar de heer Wilders. Dat u in feite de beste campagneleider voor de heer Wilders bent geweest die hij ooit heeft gehad. Voorzitter, als je kijkt naar de analyses die er op dit moment zijn over de verkiezingsuitslag en de winsten en de verliezen, en we focussen ons dan op de winst van de PVV, dan zie je inderdaad dat een aantal, ik geloof 5 zetels van de VVD richting de PVV zijn gegaan. Ik kan u verzekeren dat ik de afgelopen 3 weken heel veel contact heb gehad met onze leden en kiezers. En de meesten geven daar inderdaad aan dat ze dat hebben gedaan om te voorkomen dat een premier Timmermans zou zijn. Ik zie in de analyses ook 4 zetels van D66 naar de PVV. Ik zie een heleboel bewegingen. Ik heb ook gehoord dat er mensen zijn die denken, ja, er zijn mensen die denken dat hun hypotheek wordt kwijtgescholden. Er zijn mensen die denken dat morgen de grenzen dichtgaan. En er zijn mensen met hele, hele terechte zorgen die zeggen, een gevestigd kader hoort mij niet. En ik zie de PVV als een niet gevestigd kader. Nou, daar kan ik van alles van vinden. Belangrijker is wat ik ga doen om die zorgen van die mensen tegemoet te komen. En dat doe ik conform mijn eigen normen en waarden, mijn eigen maatregelen. Dus ik denk dat we hier allemaal een rol in hebben. Het zou ook zomaar kunnen dat de heer Wilders af en toe iets goed heeft gedaan, waardoor mensen naar hem toe zijn gegaan. Zit er ook nog in. Maar uiteindelijk is het zo dat we te hebben luisteren naar de uitkomst. Ik kies ervoor om dan een centrumrechtskabinet daarmee proberen mogelijk te maken. Maar vooral luisteren naar die zorgen. En op een aantal van die zorgen gaan wij elkaar ook vinden in de oplossingen, ongetwijfeld, in welke vorm dan ook. Dank u wel, meneer Timmermans. Mevrouw de voorzitter, ik stel vast, heel simpel, dat de groei in de peilingen van de PVV is begonnen op het moment dat de leider van de VVD zei, we overwegen ook, we zouden ook een coalitie met de PVV kunnen sluiten. Dat stel ik alleen maar vast. Maar mijn volgende vraag aan mevrouw Jesselgus zou zijn, op basis van welke argumenten vindt zij dat zij de PVV-kiezers niet kan uitsluiten, maar de 1,6 miljoen GroenLinks Partij van de Arbeid kiezers wel kan uitsluiten. Want dat doet ze als ze zegt dat ze onder geen beding zou praten over een constructie waarbij wij samen regeringsverantwoordelijkheid zouden dragen. Waarom zijn die kiezers dan ineens in uw ogen wel uitsluitingswaardig, terwijl dat niet geldt voor de kiezers van de PVV? Mevrouw Jilkes. Oh, mijn voorzitter, nogmaals, ik sluit niemand uit. En de heer Timmermans staat vrij om ook mij te bellen naast de heer Wilders om die meerderheden te krijgen die hij wenst om het verschillend land te maken. Mijn telefoonnummer heeft hij ook. Hij kan ook mij bellen en dan kunnen we kijken of we daar samen uit kunnen komen. Uiteindelijk ben ik er echt van overtuigd dat je voor de verkiezingen, tijdens een campagne en die hele periode daarvoor, dat je heel duidelijk moet zijn en dat, als ik het morgen opnieuw mocht doen, zou ik het precies zo doen, dat je geen kiezer uitsluit. Dat je luistert naar die zorgen. En nogmaals, als je kijkt van een paar jaar terug tot hier, via Forum, BBB, NSC, en overigens zeg ik helemaal niet dat protestpartijen zijn en per se allemaal proteststemmen krijgen, maar je ziet dat de kiezer op zoek is naar een duidelijk signaal om te zeggen, het moet anders dan wat het was. En het nu landt bij de PVV, dan heb je ook te luisteren naar dat signaal. En mij de maat nemen omdat ik weiger dat signaal te negeren en dan zeggen, dan hadden we het ook nog met z'n allen kunnen blijven negeren, dat vind ik niet fair. Het geluid is helder, het is op tafel, laten we daar dan iets nuttigs mee doen. Dank maar u wel. Kunnen we één keer proberen ook op de vraag te reageren? Het zou ontzettend helpen. En de vraag die ik stel, ik herhaal hem, is mag heel duidelijk. Kort. U zegt, een partij waarvan u zelf weet dat het partijprogramma elementen bevat die een fundamentele strijd zijn met onze grondwet, ziet u geen benen in om daarmee te onderhandelen. Maar u zegt hier net ook nog,
Het kan nooit zo zijn dat er afspraken komen waarbij de VVD een rol zou spelen als gedoger of als coalitiepartner met GroenLinks, Partij van de Arbeid. Uw redenering klopt niet. Als u dat zegt over GroenLinks, Partij van de Arbeid, dan in uw redenering, u mag dat zeggen, maar dan in uw redenering sluit u 1,6 miljoen kiezers uit. Uw redenering loopt niet rond en wees daar eerlijk over. Mevrouw Jezielkens. Maar voorzitter, in tegendeel, hij loopt hartstikke rond. Ik zeg dat dat het land duidelijk heeft gezegd, wij willen een centrumrechtskoers. Ik voel me comfortabel bij de centrumrechtse koers, want dat is ook waar ik voor sta. Dus dan is het vrij logisch dat ik vervolgens zeg, als er een centrumrechtskabinet of een samenwerking tot stand kan komen, dan ga ik kijken hoe ik daar vooraf afspraken over kan maken om dat ook waar te maken. Nou, de koers waar de heer Timmermans voor staat inhoudelijk is niet een koers die ik deel. Dus het zal heel raar zijn om te zeggen, voor de VVD elke samenwerking, elke coalitie is ons om het even, wij gaan alles wel gedogen. Dat zou een heel raar verhaal zijn. En vervolgens zou ik nog een keer richting de heer Timmermans oproep willen doen. Laten we hier vooral wel kijken, en daartoe ben ik altijd bereid, dus ik sluit echt daarin helemaal niemand uit, hoe we het verschil samen voor dit land kunnen maken. Als ik in de krant lees dat de heer Timmermans zegt, mijn hoogste doel is die vier samenwerkende partijen uit elkaar trekken, dat mag. Ik zal als hoogste doel hebben de problemen van de mensen thuis oplossen en ophouden met politieke spelletjes. Dat zou ik willen adviseren als hoogste doel. Maar het is aan de heer Timmermans waar hij de komende vier jaar wil invullen. Dank u wel. Nog heel kort en tot slotvraag, want dan ga ik door naar de heer Dijk. Nou, maar ik stel dus vast dat mevrouw Jezielkens geen enkel probleem heeft om te spreken met een partij die een programma heeft dat een fundamentele tegenspraak is met onze grondwettelijke orde, maar de miljonairstax haar zo afschrikt van GroenLinks Partij van de Arbeid dat met ons niet te praten valt. Dat stel ik vast. Ik betreur dat, maar het zij zo. Nou ja, voorzitter, als dat is wat je vaststelt, dan snap ik dat dat betreurenswaardig is, maar dat is niet wat ik heb gezegd. Ik heb fundamentele basisprincipes die ik recht overeind hou, waarvan niet alleen de verkenners erkent, maar ook de drie partners. Dus wij gaan niet onderhandelen over de rechtsstaat. Wij zorgen dat er stabiel overheidsfinanciën is, zodat we de schuld niet doorgeven. En wij zorgen voor een sterke positie van Nederland internationaal, of het nou economisch is of vanuit veiligheid. Dank u wel. Dat zijn zaken die overeind staan. En dat een ander in het verkiezingsprogramma dingen heeft staan waar ik niet mee eens ben, dat is evident. Maar dat ik kansen zie om de dingen te bereiken die ik wil bereiken voor Nederland, dat er meer kansen zijn met NSC, BBB en PVV, dat is ook evident. Helder. Ik geef het woord aan de heer Dijk van de SP. Voorzitter, mevrouw Jezielkens zei net, de problemen van de mensen thuis, daar gaat het om. 13 jaar lang heeft uw partij een overheid gecreëerd met een mensbeeld wat vol wantrouwen zit. Alsof mensen een paar euro's te veel zouden nemen van de overheid. Ziet het in allerlei problemen terug. Problemen met de aardbevingen in Groningen. Herstellen van de woningen. Weer gehoord gisteren dat nog jaren gaat duren of de woningen wel of niet veilig zijn. Maar laat ik even het toeslagenschandaal eruit halen. Het toeslagenschandaal waarbij mensen hun leven is verwoest. En u zegt net, mensen zijn er helemaal klaar mee. Weet u waar ik nog helemaal klaar mee ben? Dat als er zo'n toeslagenschandaal is wat jarenlang speelt, waarbij de moties hier in de Kamer worden aangenomen om het op te lossen, dat uw partij de afgelopen jaren constant heeft weggekeken daarvoor en nu het nog steeds niet voor elkaar krijgt om die moties uit te voeren. Ik vraag me af, bent u daar ook klaar mee? Mevrouw Jezielkens. Voorzitter, als het gaat over gezamenlijk die problemen oplossen, ook inderdaad waar toeslagenouders elke dag mee te maken hebben, daar staan we zij en zij. En ik begrijp als de SP zegt, nou, dat heeft heel lang niet zo gevoeld. En daar ben ik ook tijdens de campagne en daarvoor vanuit verschillende rollen die ik heb gehad ook heel duidelijk over geweest. Dat ik ook vind dat we daar te laat op hebben gereageerd. En we hebben nu een staatssecretaris van onszelf, van de VVD, die dag en nacht werkt om recht te doen. En dat we daar nog niet zijn, dat is meer dan duidelijk. Dat we misschien af en toe van mening verschillen over de route daar naartoe, dat is evident. Maar de heer Van Dijk, ik sta volledig aan zijn, naast hem. Ja, ik sta aan uw kant. Die kan ik even tijdelijk niet meer gebruiken, excuus. Maar absoluut, want dit zijn hele terechte zorgen. En daar wilde ik ook, dus excuus daarvoor, voorzitter, niet luchtig of een grapje over maken. Maar dat zijn terechte zorgen. En daar zal hij mij altijd als partner in vinden. Een vervolgvraag van de heer Dijk. Ja, maar voorzitter, mijn punt is, deze problemen komen voort uit een mensbeeld. Dat diep verankerd zit in ook uw politieke ideologie. U doet net alsof uw voorganger deed, net alsof die niet bestaat. Uw minister-president doet net alsof die ideologie niet bestaat. Maar bent u dan, als u dan gaat leren van deze verkiezingen, want u zegt, ja, we stappen niet meer in een kabinet, we gaan lekker gedogen.
Bent u dan ook als partij bereid, als het toch lekker gaat gedogen, om dan ook gewoon snel een oplossing voor mensen te gaan vinden? Bijvoorbeeld een eendagsoplossing voor de toeslagenouders. Dat mensen langs kunnen komen in één dag. Dat ze allemaal paparazzen meenemen, dat we het allemaal doornemen. Dat we het in één keer doorlichten en dat we dan tot een oplossing komen. Want mensen zijn er namelijk klaar mee dat er geen oplossingen worden geboden. Er moet geleverd worden. Dank u wel. Mevrouw Zielkens. Voorzitter, er moet zeker geleverd worden. En nogmaals, het kan zijn dat we... En als we een keer samen een debat hebben echt over dit onderwerp, ga ik ook heel graag met de heer Van Dijk ook dieper op in. Dat we wat anders kijken naar de route waar je dat op kunt komen, wat de beste manier is om daar te komen. Uiteindelijk gaat het erom dat je iedereen zo goed mogelijk, zo snel mogelijk recht kunt doen. En alles wat dat helpt, zullen we oppakken. Dingen die dat juist ingewikkelder maken, zullen we denk ik wat kritischer op zijn. Maar dat is de houding die van ons, van mij moet ik echt erbij zeggen, van mij gewend zou moeten zijn of gewend bent. Want het gaat, ik ben het volledig met de heer Van Dijk eens. Het gaat over een mensbeeld. Het gaat erover of je mensen bij voorbaat wantrouwt of vertrouwt. Ik ben een liberaal. Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Ik vertrouw het. En ik ga er ook vanuit dat als u de hulp nodig heeft van de overheid, dat wij er voor u moeten zijn en weer opzij moeten stappen als u dat niet meer nodig heeft. Dank u wel. En er zijn fouten gemaakt. Daar loop ik niet voor weg. En inderdaad, wij gaan er alles aan doen om die fouten niet weer te maken. En belangrijker nog, om recht te doen richting de mensen die die fouten elke dag voelen. Want dat voel ik met ze mee. De heer Dijk, tot slot. Voorzitter, dan haak ik even in op de interruptie die ik ook bij de heer Wilders had gedaan. Het moet nu gefixt worden. Het kan nu gefixt worden. Er is een overgrote meerderheid in deze Kamer om dat te gaan doen. Het was een van de punten die wederom deze verkiezingen ver naar boven kwam. Het vorige kabinet is er zelf opgevallen. En ik heb nu alleen maar de toeslagen eruit gehaald. Hè. Ik had het ook kunnen hebben over long-covid-polies. Gisteren ook weer voorstel aangenomen. Wordt niet uitgevoerd. En uw vraag is? Mijn vraag is, gaan we het fixen en niet wachten totdat u in welke constructie dan ook met de heer Wilders en de heer Omtzigt en mevrouw Van der Plas een kabinet heeft geopend? Gaan we het fixen voor die tijd? Voorzitter, al ben ik demissionair als minister, ik werk elke dag om ervoor te zorgen dat er alsnog wetten naar de Kamer worden gestuurd. 2 dagen geleden nog één als het gaat over strafverzwaring bij bezit van zware drugs. Al mijn collega's in het kabinet zijn elke dag bezig met juist inzetten voor die problemen. Nou, de kiezer heeft een duidelijke uitspraak gedaan, daar gaan wij nu met elkaar over in gesprek. En ik denk dat ik namens de andere 3 collega's kan zeggen dat het aan ons allemaal niet zal liggen dat wij het tempo zullen maken. En dat is hoe we de rechtsstaat hebben ingericht. Dat is de volgorde der dingen. Maar het kabinet zoals die er zit, het demissionair kabinet met steun van de Kamer, zal alles oppakken wat op dit moment nodig is. Dat is wat ik elke dag doe als minister. En daar zit ik echt niet stil, kan ik de heer Van Dijk garanderen. En het departement ook niet, overigens. Dank u wel. Dan zie ik nog de heer Grimwis staan namens de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zit een tijdje te luisteren en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de capriolen van de VVD niet alleen helemaal zijn ingegeven door intrinsieke idealen, maar ook door strategie. Ik ga het niet meer hebben over de kabinetsval, dat is al gebeurd. Maar bijvoorbeeld de verkiezingen waren nog niet voorbij. Of mevrouw Jezilkus was straks de kippen bij om zichzelf eigenlijk een beetje naar achteren op te stellen. En daarmee de druk bij NSC te leggen als het gaat om de kabinetsformatie. Nu ook als het gaat over de rechtsstaat. Kan ik er dan van op aan dat die 1,5 maand, die natuurlijk veel te lang is om het daarover te gaan hebben, iets wat zo vanzelfsprekend is, dat ze niet NSC, de heer Omtzigt, de kooltjes uit het vuur laat halen, maar dat ze schouder aan schouder met de NSC gaat als het gaat om onze rechtsstaat. En dan niet alleen over wat op schrift wordt gesteld, maar ook dat gemeenschappelijke rechtsstatelijke besef, zoals de verkenner dat opschreef op bladzijde 1 van zijn verslag. Dank u wel, mevrouw Jezilkus. Voorzitter, ten eerste de strategie om na 2 dagen te zeggen, de zelfreflectie van de VVD, het was pas strategie geweest. Als ik daar 2 weken op had gewacht en een keer aan tafel van de verkenner had gezegd, by the way, ik had 2 weken nodig om tot 10 te tellen. Dat zou nergens op slaan. Dus ik verwerp dat echt, echt heel ver van mij. En alsof ik in het hoofd van de heer Omtzigt of van wie dan ook kan kijken wat daar dan de strategie is. Dat ik als ik allemaal zo House of Cards bezig was, meneer Grinwis, dan had ik iets meer zetels dan wat ik nu heb. Dus zo werkt de wereld niet. Dit was een autonome afweging van de VVD. En dat is de reden ook waarom we het snel hebben gezegd. Zodat het niet onderdeel zou worden van gesprekken met de verkenner. Dat is hoe je het zuiver uit elkaar houdt. Ik hoorde net ook de heer Van Dijk zeggen. En ik vind de toon hier ook een beetje zoals... De heer Dijk is het. Wat is het? De heer Dijk is het. Oh, sorry. Oh, dat ga ik echt... Dat ga ik leren. Lekker gedogen alsof dat een makkelijke rol is. Nou, dat is alles behalve. De afgelopen 3 weken heeft u het ook gezien.
doet het ook veel met onze kiezers en onze leden. Dus het is niet een makkelijke rol die we kiezen voor een politieke strategie. Vervolgens zegt de heer Grinwis, ga je nou 1,5 maand nemen over de rechtsstaat te praten en steun je NSC wel? Ik vind allebei stellingen waar ik echt heel weinig mee kan. Niemand gaat 1,5 maand over de rechtsstaat filosoferen. Het is 1 of 2 gesprekken. De verkenner zal het zo meteen toelichten. De rest van de tijd gaat het over de inhoud, zoals het hoort. En dan gaan we kijken wat we met elkaar kunnen doen om juist die problemen op te lossen waarvan mensen zeggen, los ze op. Dus niemand gaat 1,5 maand over de rechtsstaat praten. En in mijn allereerste gesprek, en het ontstaan van de VVD, maar laat ik hem vanaf mijn eerste gesprek met de verkenner. De rechtsstaat is waar wij liberalen voor staan. En daarom is die ook een basisprincipe, het waarborgen ervan. Niemand gaat erover onderhandelen, ik zeker niet. Dus meneer Grinwis, bedank ik voor zijn vragen. Maar ik zou wel willen vragen om dan te richten op wat ik echt heb gezegd. En dat is wel iets heel anders dan wat me net in de mond wordt gelegd. Dank u wel, de heer Grinwis. Nou ja, voorzitter, ik zeg ook niet dat het een goede strategie is geweest. Hè? Dus dat even terzijde. Ik heb nog een vraag en dan over de financiën. Want ik heb een beetje de indruk dat GroenLinks PvdA door de VVD aan de dijk is gezet vanwege de financiële plannen. Maar als ik ze vergelijk met die van de PVV, waar alleen maar de extra uitgaven bijna, ja, een paar bezuinigingen, maar vooral extra uitgaven eigenlijk in het verschiet liggen. Als het gaat om AOW, eigen risico, noem maar op. En als je dat optelt, hè, Wim Suiker heeft dat, onze gerenommeerde oud-CPB'er heeft dat gedaan. En als je dat optelt, dan leidt dat tot extra uitgaven van 22 miljard. En als je dan ziet dat de opgave om onze overheidsfinanciën weer een beetje fatsoenlijk te krijgen en onder die 3% EMU-saldo te komen, ja, dan heb je ongeveer inderdaad het gat wat GroenLinks PvdA inderdaad netjes overbrugt. Inderdaad, met wat lastenverzwaringen. Maar daar is over te onderhandelen. Waarom is dat nu het springende punt om op voorhand bij eigenlijk een niet gedekte cheque van een PVV-programma te zeggen van, nou, kunnen we het over hebben? En GroenLinks PvdA eigenlijk min of meer op voorhand aan de dijk te zetten. Ja, maar voorzitter, ook dat is gewoon helemaal niet zoals het is. Het is gewoon niet aan de orde. Uiteindelijk zijn inderdaad de financiële plannen van maar heel weinig partijen overigens doorgerekend. En van diegenen die doorgerekend zijn, ja, daar staan we heel lijnrecht tegenover elkaar. Dat is de club van meneer Timmermans. Maar inderdaad, ook bij PVV en de CNBBW hebben wij grote vraagtekens bij hoe ga je het dan betalen? Waar ga je het dan vandaan halen? Maar dat is het gesprek wat we aangaan met elkaar. Waar het mij om gaat, is een centrumrechtse koers die de immigratie beperkt. Die zorgt dat we de woonproblematiek echt aanpakken. Die zorgt dat we de rekening niet continu bij al die kleine ondernemers leggen. Het gaat wel over al dat soort elementen opgeteld dat ik, iemand die een centrumrechtse koers voorstaat, zegt, met de uitspraak van de kiezer zie ik ook de mogelijkheid om juist op inhoud dat mogelijk te maken. Maar nogmaals, en ik zal zo meteen de heer Grinwis onze brief aan de verkenner geven. Daar staan de 3 basisprincipes heel duidelijk in. En ook gedegen overheidsfinanciën. En dat is die staat 4 overeind. Tot slot, de heer Groen. Oké, dan zie ik nog mevrouw Ouwehand staan, maar ik kijk even gewoon dan. Oké, dan dank ik mevrouw Jezielkes voor haar inbreng namens de VVD.